CEO City is al 5 jaar lang de topconferentie van CEO-Net. En zoals je wellicht weet is CEO-Net nu ongeveer vertegenwoordigd in 25 landen in de wereld. Groeien heel hard. En we hebben 5 jaar geleden gemeend dat er tussen al die landen in ieder geval één internationaal evenement zou moeten zijn. En daar komt dan ook de Europese CEO Award wordt daar uitgereikt, of een aantal awards. En dat hebben we 5 jaar lang in Brussel gedaan. En dat had toen ook een reden, omdat we samenwerkten met de Europese Commissie hiervoor. We denken dat eigenlijk nu deze conferentie ook goed zou zijn dat ze hier in andere landen gaat plaatsvinden. En dit jaar, wellicht de komende jaren, gaat hij in Nederland plaatsvinden. Nederland is wat dat betreft bij uitstek vooral Amsterdam het land om de conferentie nu naartoe te halen. Gezien Amsterdam ook een metropool is waar IT en disruptive IT een prominente rol speelt. Iedereen die CIO is, en wij zullen ook iedereen gaan uitnodigen, is welkom. Maar je moet wel IT-leader zijn of beslisbevoegd zijn op IT-vlak. Dit jaar wordt samen met CIO City wordt NextTech georganiseerd. Dat is een conferentie, een innovatieve conferentie ook voor start-ups. Waar we de IT-beslisser en innovatieve bedrijven samen willen laten komen. En dat gaat eigenlijk over alle disruptieve ontwikkelingen die er zijn, zoals fintech. Dus je kan verhalen verwachten rondom blockchain en dat soort dingen. Maar ook dingen rondom 3D-printing, robotics en wat voor invloeden Internet of Things zal hebben op het IT-vlak, maar ook voor organisaties in de breedte. Daarnaast hebben CEO City heeft een aantal formats, zoals workshops, allemaal pitches rondom dingen, award sessies natuurlijk, maar ook fantastische keynotes. We hebben nu al de internationale CEO van Coca-Cola, van Audi, ik geloof van Bayer, zo al bevestigd gekregen. Dus het wordt echt een topprogramma. Het is natuurlijk een unieke kans om met internationale collega's samen te komen, kennis en ervaring uit te wisselen, maar ook gewoon om top leaders op het gebied van digital leadership, om daar ook mee te sparren. Wij zijn ontzettend blij dat we met CIO City officieel onderdeel mogen uitmaken van EU-voorzitterschap. Wij willen dus een topconferentie over IT hebben, maar tegelijk naar de toekomst kijken. Wat komt er op ons af?